Hier zien we volgens mij een mooi voorbeeld van bomenbouw. Jan-Willem, kun je ons daarover wat meer vertellen? Hier staan inderdaad een aantal prachtige bomen. Een S op de voorgrond. Twee vleugelnoten op de achtergrond. Beauties. Die wilden we graag sparen. Het tracé zou hier weg doorlopen, was over de bomen heen. Dat was absoluut niet wat wij wilden. En we hebben hier gekozen om een bypass aan te leggen. Dus de kabels en leidingen uit het tracé, dat buigt hier af en gaat om de flat heen. Zodat we deze drie prachtige bomen hebben kunnen sparen. Jan-Willem, ze zijn druk bezig met behouden van bomen, maar wat is hier gebeurd? Ja, helaas hebben we hier te maken met de populierenrij. En oude populieren die hebben last van takbreuk. En met de zomerstorm lag het hier bezaaid met dikke takken op het fietspad. Nou, dat is erg druk hier. En omdat we ook een zorgplicht hebben, hè, die ons wettelijk is opgelegd, moeten we gewoon zorgen voor een veilige omgeving. Vandaar na die zomerstorm de bomen zijn afgezet. Om maar te zorgen dat men hier gewoon veiliger wel kan fietsen en lopen. Nou, hier lag een soort met giet rond om de boom heen, om deze S-doorn heen. Het punt was dat tijdens aanlegkabels en leidingen grondwater ontrokken wordt. In de kwetsbare, droge zomermaanden. En wij monitoren de vochtvoorziening bij de bomen en gaven wekelijks water binnen die gietranden.